te wachten. Bij deze dienst. Ook de spreker van vanochtend, Johan de Vries, van harte welkom. Staat u nu wel aan? Ja. Oké. Nou, iedereen van harte welkom, in het bijzonder de jeugd, want we hebben een jeugddienst. Ook de spreker van vanochtend, Johan de Vries, van harte welkom. Ik wens u God zegen toe. Ook de mensen die via YouTube en RTV Hattem meekijken en meeluisteren, mooi dat jullie erbij zijn. Vanmorgen is het thema, voor wie word jij een naaste? Eigenlijk heeft God altijd al gezegd dat wij mensen in nood moeten helpen en dat wij als mensen goed voor elkaar moeten zijn. Bijvoorbeeld in Jesaja 58, vers 7 en 6. En wij lezen vanaf de Basisbijbel. Geef eten aan de mensen die honger hebben. Geef onderdak aan de vluchtelingen. Geef kleren aan de mensen die geen kleren hebben. En wees goed voor je volksgenoten. Dan zal het goed met jullie gaan. Dan zal de zon weer in jullie leven opgaan. We gaan luisteren naar een lied en daarna zal Klaas de mededelingen voor de gemeente doorgeven. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen allemaal. Ja, fijn dat u meeluistert, meekijkt, ook via YouTube. En natuurlijk, ja, heel fijn dat we met zoveel bij elkaar zijn. We hebben een aantal mededelingen voor u. Onlangs hebben we uw gebed gevraagd voor onze zuster Ellie, in verband met een heupoperatie. En de operatie is goed verlopen en ze moet nu verder revalideren. Ze wil de gemeente bedanken voor het meeleven en voor de gebeden. Ja, ze voelt zich daardoor enorm gesteund. Het is altijd goed om weer te horen dat we meeleven met onze zieken.
Dan de actie die we hebben gehouden voor de kinderen op de Filipijnen. Die heeft tot nu toe, het laatste cijfer is €1.520 opgebracht. Dus het was de bedoeling om een geschenktas te geven aan 250 kinderen. €5 per stuk. Dus dat hebben we gehaald. Nou, het team bedankt jullie heel hartelijk. En natuurlijk ook namens die kinderen daar heel hartelijk bedankt. Vanavond hebben we dienst met broeder Vochtelo. Begint om 7:00 en is ook weer live via YouTube. De collecte is vandaag bestemd voor onderhoud van het gebouw. Volgende week hoop ik met jullie na te denken over het Koninkrijk van God. Koninkrijk der Hemelen genoemd. En de vraag, is dat nu al in deze wereld? Of hoe moeten we dat zien? In de avonddienst wil ik graag met jullie nadenken over genezing. Worden alle mensen genezen? En als dat niet zo is, waarom worden mensen niet genezen? En waarom worden andere mensen wel genezen? Dat zijn hele moeilijke, lastige vragen. En daar wil ik graag samen met jullie over nadenken. In het licht van Gods woord natuurlijk. Hoe we dat moeten zien. Daarnaast hebben we in de ochtenddienst het heilig avondmaal. En ik denk ook goed is om daarbij stil te staan. Van, is er iets? Hebben we nog iets met onze broeder of zuster? Ik denk, laten we daar even naar gaan kijken. Want dat we ook alles rein hebben en ook rein voor God mogen zijn. Want we worden gereinigd door zijn bloed. Maar God vraagt van ons, als we iets hebben met onze naasten, dat we daar ook mee aan de slag gaan. En na de dienst sta ik weer achter bij de container. Dus iedereen ook weer van harte uitgenodigd daarvoor. Oké, wil ik graag samen met jullie de dienst bij de Heer brengen. Heer onze God, trouw en liefdevol Vader, Heer Jezus. Heer, het is goed om samen bij u te komen. Heer, wat een voorrecht dat we samen mogen zijn. En wat een voorrecht dat we mogen weten dat de deur naar u, de toegang naar u, dat die open is door het bloed van onze Heer Jezus Christus. Heer, we mogen door geloof in u, mogen kinderen van u zijn, Heer. En mogen we in uw koninkrijk zijn. Heer, dank u wel dat u zo naar ons om wil zien. Heer, en u kent ons hart en u kent onze gedachten. U weet hoe wij hier zijn gekomen. Heer, wil alles openen, ons hart openen. Dat we uw woord mogen ontvangen. Dat we gefocust mogen zijn alleen op u. Heer, bid om een zegen voor Johan. Wilt u hem zegenen, Heer? En dat hij uw woord door mag geven. Dat we u mogen zien, Heer Jezus Christus. En mogen zien en horen wat u van ons vraagt. U vraagt ons te leven zoals u ons hebt voorgeleefd, Heer. En zoals u ons doorgeeft in uw woord. Door alle leefregels die u ons leren wil. Zo hebt u ons ook gevraagd om de wereld in te gaan. En de mensen te onderwijzen. En te leren om te onderhouden alles wat u geboden hebt, Heer. En dank u wel dat we uw woord mogen hebben. En dank u wel dat we ook de vrijheid mogen hebben om daar samen in te lezen, samen uit te preken. Heer, ik bid voor degenen die daarvoor vervolgd worden, die daarvoor gevangen genomen zijn, die in een gevangenis of in een kamp moeten verblijven, hier met alle nare gevolgen van dien. Heer, ik bid of u op deze dag hen wil doen ervaren dat ze ook deel zijn van het wereldwijde lichaam van u, Heer Jezus Christus. Dat ze mogen ervaren dat u van hen af weet. En dat ze niet eenzaam en alleen hoeven te zijn, maar dat we samen één zijn. Wij hier en zij daar. En zoveel mensen op deze wereld die getroffen worden door allerlei maatregelen, door allerlei vervolging. Heer, ik bid om een zegen voor hen. Heer, ik bid voor ons evangelisatiewerk dichtbij en verder weg. Heer, u weet van al onze projecten. Heer, wilt u ook dat werk zegenen. We danken u voor de mooie opbrengst die we mochten hebben voor het werk op de Filipijnen. Heer, wil ook dat werk bijzonder zegenen. En zo bidden we om een zegen voor deze dienst, voor iedereen die een taak heeft, Heer. Dat u iedereen zegenen op de plek, de plaats waar we bezig zijn, waar we staan. Heer, zo leggen we dit alles in uw hand, Heer. En we prijzen uw naam voor wie u bent, voor wie u wilt zijn.
dat u onze God mogen noemen. Abba, Vader, Heer, uw naam zij geloofd en uw naam zij geprezen. Amen. Film? Gaan we eerst een filmpje kijken? Sun and moon to you, and if you share with your heart, yeah, you give with your heart what you share with the world is what it keeps of you.
Ja. 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 Niet alleen in woorden, maar ook in de praktijk. Laat Heer Jezus zien dat hij de naaste is voor de mensen in nood. Mensen die ziek zijn, geneest hij. Maar ook de mensen van een ander volk en in nood helpt hij. Als wij Jezus volgen, dan is dit ook onze taak. Daar ging dit filmpje over. Het thema is, voor wie word jij een naaste? Natuurlijk denken we dan aan miljoenen mensen die op de vlucht zijn door oorlogen, of aan de ontelbare mensen die in extreme armoede leven. Miljoenen mensen, ongelooflijk aantallen mensen die in grote nood zijn. Het thema vanochtend is, voor wie word jij een naaste? Dan hoop ik dat we de armen en de vluchtelingen niet vergeten. Maar ook om ons heen zijn er genoeg mogelijkheden om een naaste te zijn. Daarom het volgende filmpje, Love Your Neighbor As Yourself, die we net hebben gezien. Nu gaan we naar twee liederen luisteren en dan draag ik de dienst over aan Johan de Vries.
Spreek, o Heer, door uw heilig woord, dat ons hart u hoort en verzadigd wordt. Zaai uw woord, plant het diep in ons en verander ons naar uw evenbeeld, zodat Christus licht in ons zichtbaar is, onze daden maakt tot getuigenis. Spreek, o Heer, en voltooi in ons wat uw hand begon, tot uw heerlijkheid. Leer ons, Heer, uw volmaakte weg, echte nederigheid en gehoorzaamheid. Toets ons hart en ons denken nu in het heilig vuur van uw zuiverheid. In geloof zien wij dan uw majesteit en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. Woord van hoop dat ons leven deed, overwinning geeft over ongeloof. Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw. Laat de diepten zien van uw plan met ons. Woord dat klonk voor de tijd begon, onze vaste grond tot in eeuwigheid. Uw genade geeft ons de zekerheid, al wat u werkelijkheid. Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. Spreek, o Heer, en voltooi in ons wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. Een hele goede morgen allemaal. Heel fijn om hier bij jullie te zijn. Ook fijn dat u thuis meeluistert of meekijkt. Ik vind het
Dus fijn om hier te zijn. Ik zal mezelf even voorstellen, want jullie kennen mij misschien wel een beetje van de vorige keer. Maar er zijn dus ook mensen thuis die via de televisie meekijken of via de livestream op YouTube. En dan is het wel leuk dat je even weet wie ik ben en waar ik vandaan kom. Nou, mijn naam is dus Johan de Vries. Ik werk voor zendingsorganisatie Frontiers. Ik ben 33 jaar oud. Getrouwd met mijn vrouw Susanna en samen hebben we 2 kinderen. Een zoontje van 6 en een dochter van 3 jaar oud. Ik woon in Werkendam. Dat is ruim een uurtje hier vandaan. En ik werk dus voor de zendingsorganisatie Frontiers. De vorige keer toen ik hier was, werkte ik voor Operatie Mobilisatie. Dat herinnert u misschien nog wel. Maar inmiddels werk ik dus voor een andere zendingsorganisatie. En dat is een zendingsorganisatie die zich richt op onbereikte moslims. Er zijn op deze wereld ruim 1,8 miljard moslims. Dat is bijna een kwart van de wereldbevolking. En ruim 1 miljard van hen heeft nog nooit een kans gehad om over Jezus te kunnen horen. Nou, dat zijn er enorm veel. Dat zijn aantallen, daar gaan we vanmorgen niet over nadenken. Maar dat geeft je wel een beetje een beeld hoeveel moslims er zijn. En dat we nog een hele klus te klaren hebben om hen te bereiken met het evangelie van Jezus. En in Nederland wonen er 1 miljoen. Het waren er veel meer dan dat ik ooit dacht. Maar in Nederland wonen 1 miljoen moslims. En moslims hebben op dit moment de Ramadan. Zij zijn aan het vasten. Zij zijn allerlei dingen aan het doen. In de hoop middenkans te maken op vergeving. En als ik daarover nadenk, ik werk ook regelmatig in het Midden-Oosten. En daarover nadenken is het eigenlijk heel verdrietig. Omdat mensen hopen door goede dingen te doen het eeuwige leven te kunnen krijgen. En we zijn hier vanmorgen als christenen bij elkaar. En we zijn er diep van overtuigd dat Jezus ons het eeuwige leven brengt. En dat Hij het is die ons leven geeft. En dat is fantastisch. En dat is een boodschap van hoop die we mogen doorgeven aan mensen om ons heen. En misschien weet jij wel iemand in je omgeving waarvan je zegt, ja, die heeft nog nooit over het evangelie gehoord. Dan kun jij iets voor diegene betekenen. En dat wil ik je op je hart binnen om daarover na te denken, om daarvoor te bidden, hoe je dat kunt doen om voor diegene van betekenis te zijn. Nou, dat is ook een beetje het thema waar we vanmorgen over gaan nadenken. Het thema van vanmorgen is: voor wie word jij een naaste? Het is een heel interessant thema, want dat heb ik gehaald uit het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Dat gaan we ook lezen. En u zit thuis misschien wel via de televisie mee te kijken en u zegt, ja, ik heb vroeger wel eens, ben ik opgegroeid met het christelijk geloof en het verhaal van de barmhartige Samaritaan, dat herken ik nog wel, want dat stond in de kinderbijbel. Nou, dat klopt helemaal, want werkelijk elke kinderbijbel, die heeft het verhaal van de barmhartige Samaritaan opgenomen. En toch is het een verhaal wat confronteert, wat schuurt, wat ons dingen laat zien waarvan we het misschien wel lastig vinden om ze onder ogen te zien. En ik lees dat verhaal vanmorgen met jullie uit Lucas 10. En dat lees ik vanaf vers 25. En als je een Bijbel bij hebt, de meeste mensen gaan al bladeren, dus dat is heel mooi. Zou ik zeggen, joh, zoek het op. Misschien zit je thuis. Dan kun je dat verhaal op internet ook zoeken of in een Bijbel-app op je telefoon. Als je geen Bijbel hebt. En je mag ook gewoon lekker luisteren naar het woord van God wat ik ga voorlezen. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? En Jezus antwoordde, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zichzelf rechtvaardigen en vroeg aan Jezus, wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Dat is een verhaal. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers. Die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen.
Een Samaritaan echter die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, dat is naar een herberg, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij hem 2 denarii aan de eigenaar en hij zei: zorg voor hem en als u meer kosten moet maken, zal ik die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? En de wetgeleerde zei: de man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem: doet u dan voortaan net zo. Het is vanmorgen een jeugddienst en je zit hier misschien vanmorgen en je denkt: ja, het is een mooi verhaal. Ik ken dit verhaal al lang. Ik heb het tot in de treuren gehoord op de zondagschool. Mijn ouders hebben erover verteld. En ik weet dat ik goed moet zijn voor iemand anders. En deze wetgeleerde die komt bij Jezus met een vraag. En het is een beetje een opmerkelijke vraag misschien. Tegelijk is het een vraag die heel bekend kan zijn. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Je zit misschien thuis vanmorgen en je denkt: ja, ik kijk mee met de dienst van de Baptistengemeente in Hattem. Maar wat moet ik nou doen om het eeuwige leven te hebben? Wat moet ik nou doen om zeker te weten dat als ik sterf, ik bij God ben? Wat moet ik daar nou voor doen? Nou, ik zei zojuist iets over moslims. Dat is de vraag die hun deze hele maand bezighoudt. Wat moet ik doen om meer zekerheid te krijgen dat ik gered word? En deze man komt bij Jezus met de vraag. En hij zegt: wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Nou, deze man is een wetgeleerde. Dus deze man heeft wel heel helder wat hij daar zelf over denkt. Deze man weet echt wel hoe hij hier zelf tegenaan kijkt. Maar hij is eigenlijk wel nieuwsgierig en wil wel eens weten wat Jezus hierop gaat zeggen. Wat zou Jezus nou zeggen? Jezus was ook een leraar. Over het ontvangen van het eeuwige leven. En misschien zit je hier vanmorgen in de zaal of thuis en stel je jezelf die vraag dus ook. Maar wat moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Wat moet ik doen om zeker te weten dat ik hoor bij het koninkrijk van God? En Jezus zegt tegen deze man: maar wat staat er dan in de wet? Jezus geeft deze man geen antwoord, maar hij stelt hem een vraag terug. Hij zegt: maar wat staat er dan in de wet? Ja, dat weet die man natuurlijk precies te vertellen. Hij somt dat helemaal keurig op wat er in de wet staat. Je moet de Heer je God lief hebben. Met je hele hart, met je ziel, met je verstand, met al je kracht. En je naast als jezelf. En misschien zeg je: nou, moet ik dan toch wat doen? Moet ik dan toch de wet houden? Want ja, Jezus vraagt hier aan hem wat er in de wet staat. Maar deze man die komt niet met een antwoord naar Jezus toe dat hij allerlei dingen moet gaan doen. Allerlei rituelen, allerlei voorschriften. Het eeuwige leven ontvangen gaat niet over iets doen, maar het gaat over het liefhebben van God. Het liefhebben van God, dat gebeurt doordat ik geloof in Jezus Christus. Daardoor krijg ik een relatie met God en ga ik God liefhebben. Voordat ik tot geloof kwam, toen ik 22 was, was ik niet altijd zo enthousiast over God. Maar toen ik tot geloof kwam en God leerde kennen, toen ging ik hem liefhebben. Toen ging ik van hem houden op een manier zoals ik dat nog nooit had gehad. En mijn vraag voor morgen is, dat is de eerste vraag, het is een jeugddienst, maar die stel ik ook aan de oudere mensen, die stel ik ook aan de kijkers thuis. Heb jij het eeuwige leven? Weet je dat? Weet je dat je het eeuwige leven hebt? Want je kunt vanmorgen hier wel zitten of thuis en precies weten hoe het zit in de kerk, maar het eeuwige leven niet hebben. Dat is wel schokkend om misschien te ontdekken of te horen, maar het is goed om jezelf die vraag te stellen. Weet ik dat ik het eeuwige leven heb? Of weet ik dat niet? En ik zeg nog een keer, je kunt alles weten, maar het niet hebben.
Als je zegt, ja, maar ik heb me laten dopen of ik ben opgedragen. Ja, oké. Maar weet je wel dat je het eeuwige leven hebt? Jezus zegt tegen deze man, en dat zien we in vers 28, ja, je hebt een juist antwoord gegeven. Je hebt een goed antwoord gegeven. Jezus lijkt deze man een soort compliment te geven. Je hebt het goed gezegd. En het gesprek tussen Jezus en deze man had hier klaar kunnen zijn. Maar iets uit wat hij gezegd heeft uit de wet, dat schuurt bij hem. Want we zien verder in vers 29, deze man wil zichzelf rechtvaardigen. Hij wil iets goed praten uit zijn eigen leven. Hij zegt, ja, maar wie is dan mijn naaste? Soms is het dom om de vraag door te stellen. Maar hij doet het. Maar wie is mijn naaste? Nou, dan ben je bij Jezus aan het goede adres met deze vraag. Want Jezus gaat deze man laten zien dat hij een probleem heeft. Hij weet wel dat hij zijn naaste moet liefhebben, maar hij schiet er pijnlijk in tekort. En dat is misschien ook wel jouw probleem van morgen. Je weet wel dat je van andere mensen moet houden, maar in de praktijk is het verdraaid lastig. En om van je beste vrienden te houden, dat is nog niet het meest ingewikkelde. Zolang je geen ruzie met elkaar hebt. Of het oneens bent met elkaar. Maar om nou te houden van iemand die je niet zo ligt, dat is veel lastiger en dat is veel ingewikkelder. Terug naar de vraag, maar wie is mijn naaste? Jezus denkt, nou, dat zal ik je vertellen. Ik vertel een verhaal. Ze zeggen, wat raar. Waarom vertelt Jezus nou een verhaal aan deze man? Wat raar. Nou, in het Midden-Oosten is het gebruikelijk om dingen duidelijk te maken door een verhaal. Nederlanders die communiceren gewoon direct. Wij zeggen gewoon wat we denken. Dan weten we tenminste dat we elkaar verstaan. Nou, dat doe je in het Midden-Oosten niet. Dan vertel je een verhaal, heel wollig en een beetje eromheen. En dan snapt die ander al wat je bedoelt. Ja, dat is een leuke manier van werken. Moet je ontdekken en leren. Maar dat kan werken. En Jezus doet dat aan deze man door middel van een verhaal. Het is een verhaal. Een man is op weg van Jeruzalem naar Jericho. Het was een gevaarlijke weg. Het was een van de meest veilige wegen van die tijd. En deze man is op weg naar een andere plaats. En hij reist over deze weg. Het is dus een realistisch verhaal wat Jezus vertelt. En onderweg wordt hij overvallen door rovers. Zelfs zijn kleren worden meegenomen. En hij wordt er half naakt en half dood achtergelaten. Onze wegen zijn allemaal veilig en er zijn een paar straatjes in Rotterdam waar bijna niemand in durft te komen. Maar verder is het eigenlijk in Nederland gewoon veilig. Maar je moet je indenken, het was een heuvelweg vol bochten en kronkels waar op allerlei plekken rovers zich konden verstoppen om mensen te overvallen. En deze man wordt overvallen. En in dit verhaal is er iemand die zich over deze man ontfermt. En waarom noemt Jezus nou een Samaritaan? Waarom heeft Jezus het in dit verhaal over een Samaritaan? Zo goed even wat achtergrondinformatie over het verhaal. Tussen Joden en Samaritanen was een hele lange, diepe haat. Dat bestond al honderden jaren. En de discussie ging erover wie waren de ware erfgenamen van Mozes en Abraham. De Joden dachten dat zij het waren en de Samaritanen dachten dat zij het waren. Misschien zit u thuis en zegt u, ja, wat is nou de beste kerk om naartoe te gaan? Ja, daar strijden de meeste kerken over en elke kerk is van zichzelf overtuigd dat hij het bij het rechte eind heeft. En dat kan ingewikkeld zijn. Ja, en wie is nou wat? En dat is niet waar het vanmorgen over gaat, maar wat er bij de Joden en Samaritanen gebeurde, dat is ook wel een beetje herkenbaar voor wat wij soms hebben. Dat we zeggen, ja, maar wie zegt nou alles op de goede manier? En de haat zat zo diep dat Joden niet door het land van de Samaritanen wilden reizen. Het was een niet zo simpel probleem. Het was complex.
Ze kwamen liever niet met elkaar in contact. En mijn vraag vanmorgen, met wie kom jij liever niet in contact? Ze liepen graag een bochtje om voor elkaar. En ik denk, als ik die vraag zo vanmorgen stel, dat we allemaal iemand in ons hoofd hebben. Ik zie sommige mensen al een beetje lachen, dus dat betekent dat de vraag landt. Dat we iemand hebben dat we denken van, ah ja, die. De terrassen gaan volgende week weer open, maar als ik nou zeg van, nou, met wie wil je het liefst op een terras zitten volgende week, dan ga je niet met diegene. Dus het probleem van de Joden en de Samaritanen hoeven we niet ver weg te zoeken. Dat ervaren we allemaal. Ik heb ook mensen die denken, ja, nou ja, ik heb een vriend van me meegenomen, maar ik zit liever met hem volgende week op het terras dan met sommige andere mensen. Dat was het probleem van die tijd. Maar dat kan ook het probleem zijn voor ons. En in dit verhaal zien we, nadat die man beroofd is, dat er een priester en een leviet voorbij komen. Nou, priesters en levieten, dat waren mensen die werkten in de tempel. En deze mensen die zorgden ervoor dat er allerlei dingen in de eredienst van de tempel op een goede manier verliepen. Je zou zeggen, dat zijn de vooraanstaande mensen van de kerk. Zij zijn actief in de kerk, zij hebben een taak in de kerk. Nou, dat moeten wel de mensen zijn die zich over deze man gaan ontfermen. Die medelijden hebben met deze man. Maar pijnlijk genoeg, niks is minder waar. Ze gaan er met een grote bocht omheen. De eerste lijkt het niet eens te zien. De tweede ziet hem wel, maar denkt, oh, dit is niks voor mij. En ze gaan allebei verder naar huis. En als ik dat dan lees, dan schuurt het wel een beetje. Want dan denk ik, help. Ik kan in de kerk zitten. Heel veel doen. Heel veel begrijpen. Maar geen oog hebben voor de mensen om mij heen die mij nodig hebben. Want ze gaan allebei aan deze man voorbij. Ze gaan zelfs naar de andere kant van de weg. Dus ze mijden hem heel bewust. Hoe zit dat hier in de kerk? Zijn er mensen die eenzaam zijn? Zijn er mensen die een beetje buiten de boot vallen? Waar we het wat lastig vinden om mee om te gaan? We kunnen ook elkaar in de kerk soms wat het leven moeilijk maken. Misschien zit u thuis en kijkt u mee via de televisie en zegt u, ja, ik voel me eigenlijk eenzaam. En ik zou het zo fijn vinden als er eens een keer iemand is die naar me toe komt en oog voor me heeft. Er zijn zoveel mensen die voorbij gaan aan het probleem wat ik heb. En in dit verhaal van Jezus zien we de Samaritaan voorbij komen. Hij is daar op weg met zijn zakenman. Hij is daar op weg met zijn ezel en hij loopt over die weg. Misschien zit hij wel op zijn ezel. En hij ziet daar die man liggen. Wat is daar aan de hand? Jezus noemt bewust gelijk dat het een Samaritaan is. Hij is in gesprek met een Jood. En het is een Samaritaan die voorbij komt. Het schuurt. Deze door Joden verachte Samaritaan gaat zich ontfermen, gaat medelijden hebben met die man die daar half dood aan de kant van de weg ligt. Het is niet fijn voor deze wetgeleerde om dat te horen. En ik vind het bijzonder om te lezen in dit verhaal dat deze Samaritaan de tijd neemt voor deze man. Hij neemt echt de tijd voor deze man. Hij neemt de tijd door zich over hem te ontfermen. Hij gaat zijn wonden verzorgen. Hij giet daar olie op. Hij giet daar wijn op. Hij maakt de boel schoon. Hij zet die man op zijn ezel. Hij neemt hem mee naar de herberg. Hij zorgt daar voor hem. Hij betaalt daar geld. Zodat de eigenaar van de herberg verder voor deze man kan zorgen. En hij zegt, als ik terugkom, dan betaal ik dat wat tekort is. Even terug naar het verhaal dat hij zich over die man ontfermt.
Deze man is overvallen. Hij is beroofd. Hij ligt daar half naakt en half dood langs de kant van de weg. En deze Samaritaan neemt het risico om zelf hetzelfde te overkomen. Want misschien zaten die rovers wel gewoon om een hoekje te wachten op de volgende. En het bedrag wat deze man gaf aan die eigenaar van de herberg, daar kon een paar dagen voor die man gezorgd worden. Dus dat was niet weinig. Deze man neemt een risico wanneer hij besluit om voor de ander te zorgen. We denken vanmorgen na over voor wie word jij een naaste. En als jij voor iemand goed wil doen, als jij met iemand medelijden wil hebben, als jij je wil inzetten voor iemand die het minder heeft of die nood heeft, dan neem je een risico. Dan neem je het risico om iets van jezelf kwijt te raken. Van je tijd, van je geld, van je spullen. Dus zie je dat het liefhebben van iemand anders niet iets is waar we alleen met elkaar over praten in de kerk. Maar het is iets wat ons iets kost. Het is niet simpel om voor iemand het op te nemen die het minder heeft dan jij. Maar dat is wel waar Jezus jou en mij toe aanmoedigt in dit verhaal. Het mag je iets kosten. Het kost je een risico. Jezus zegt eigenlijk tegen deze man: voor wie ga jij barmhartig zijn? Je kunt hier wel elke zondag, of je kunt hier wel elke zaterdag de hele week in de tempel zitten en het allemaal weten, maar de bedoeling is dat je er iets mee doet. En de vertaalslag voor ons is: we kunnen hier elke zondag in de dienst zitten en door de week naar de Bijbelstudie gaan. Maar dat is niet een doel op zichzelf. Het doel is dat de mensen in jouw omgeving daar beter van worden. Het doel is dat de mensen met wie jij in een klas zit op school er iets van merken dat jij Jezus volgt. Dat zij daar beter van worden. Wat is je doel met je vrienden? Wat is je doel met de mensen die in jouw klas of in jouw omgeving buiten de boot vallen? Jij kent ze, ik ken ze niet. Maar vanmorgen wil ik je aanmoedigen om oog voor ze te hebben. En te kijken hoe zij beter kunnen worden van het feit dat jij Jezus volgt. Ik denk dat het voor deze wetgeleerde best wel moeilijk geweest is om dit verhaal van Jezus te horen. Het is niet heel chill misschien geweest voor hem om te horen dat iemand aan wie hij een hekel heeft het beter doet dan dat hij zou doen. Dus dat is mooi. Degene met wie je niet zoveel hebt, daar kun je ook nog iets van leren. Dus aan het eind van de rit kun je er zelf ook nog beter van worden. Dat is wat er gebeurt in dit verhaal. En dat schuurt. Dat is niet fijn. Ik vind dat niet altijd leuk om te ontdekken dat dingen niet op een rij zitten. Of de dingen niet gaan zoals God wil dat ze gaan. Deze man vroeg aan Jezus: wie is mijn naaste? En Jezus vertelt een verhaal. En aan het eind van dit verhaal stelt Jezus een vraag terug. Wie is er een naaste geworden voor deze man? Ik vond het mooi wat je zei in je stukje wat hoorde bij dat filmpje over mensen die in nood zijn. Over mensen die allerlei problemen hebben. Mensen die op de vlucht zijn. Mensen die het moeilijk hebben. En mijn vraag vanmorgen aan
aan jullie. Het is een jeugddienst, dus ik stel hem eerst aan jullie. Maar die stel ik net zo goed aan de mensen die ouder zijn. Is, hebben we in de gaten dat we als kerk een roeping hebben voor de wereld om ons heen? We zijn niet als kerk geroepen om het warm, gezellig en knus met elkaar te hebben. Dat mag, dat is goed. Maar het doel is dat wat je hier met elkaar ontvangt, dat dat naar buiten vloeit. En als dat niet gebeurt, heb je een probleem. Want wie wordt er dan uiteindelijk nou beter van? Dat is Gods bedoeling. Jullie gaan volgende week nadenken over het koninkrijk. Maar ik denk dat het koninkrijk ermee te maken heeft dat het uitbreidt. En dat meer mensen daar onderdeel van worden. En dat kunnen we doen door barmhartig te zijn. Door vol medelijden en medeleven te zijn. En deze Samaritaan had dat begrepen. Het is natuurlijk een fictief verhaal. Het is niet een echt verhaal. Maar het is wel een realistisch verhaal. Bij de Joden in de tijd van Jezus heerde heel sterk de gedachte dat God voor Israël kwam en dat God het met Israël helemaal voor had. En ik zeg niet dat God niet een liefde voor Israël heeft. Maar wat Lucas in zijn hele evangelie, in zijn hele boek doet, is laten zien dat alle buitenbeentjes erbij horen. Dat Jezus kwam voor alle buitenbeentjes die buiten de boot vielen. Dat Jezus kwam voor mensen die niet zo geaccepteerd waren in de maatschappij. Dat laat Lucas in zijn evangelie zien. En ik vind dat fantastisch. Ik vind dat geweldig. Want weet je, dan wordt duidelijk dat in het evangelie van Jezus Christus alle mensen één zijn. Of je nou rijk bent of arm. Wit bent of blank. Oud bent of jong. Dan is iedereen gelijk. Volgens mij zei ik het verkeerd. Of je nou wit bent of donker. Dan is iedereen gelijk. En dan maakt het niet meer uit wie je bent en waar je vandaan komt. Maar dan is het evangelie dus ook bedoeld voor de mensen die mij niet zo liggen. En misschien moet ik dan gaan bidden dat God mijn hart verandert, zodat de mensen die mij niet zo liggen wel gaan liggen, dat ik daar wel iets mee krijg en van betekenis kan zijn voor hun. Toen ik zojuist die vraag stelde van met wie heb je het niet zo op, hadden we allemaal waarschijnlijk iemand in gedachten. En misschien moet je vandaag een besluit nemen om voor diegene eens te gaan bidden. Ik heb ontdekt dat als ik mensen die me niet zo liggen daarvoor ga bidden, dat het dan een stuk makkelijker wordt om ze lief te hebben. Want hoe kan ik voor iemand bidden en ondertussen een hekel aan hem blijven houden? Dat is een beetje ingewikkeld. Terwijl als ik voor diegene bid en vraag dat God hem zegent en mij daarvoor wil gebruiken, dan word ik wat minder hard van binnen. Dat is waar het Jezus in dit verhaal om gaat. Is dat jij je praktisch inzet voor diegene met wie je het niet zo makkelijk kunt vinden. En ik wil je aanmoedigen om uit je comfortzone te komen. Om buiten de boot te stappen en een actie te gaan doen die je misschien op voorhand niet zou kiezen. Maar om een daad van liefde te bewijzen voor iemand in nood. Ik werk voor een zendingsorganisatie. Er zijn zoveel mensen, ook in Nederland, die werkelijk geen idee hebben waar we het hier binnen in de kerk over hebben. Die geen idee hebben waar het christelijk geloof over gaat. En die mensen zijn dichterbij dan dat je denkt. Die zijn veel dichterbij dan dat je denkt.
Misschien kun jij wel in het komende jaar voor iemand tot zegen zijn om hem het evangelie uit te leggen, het evangelie zichtbaar te maken in hoe je met hem omgaat en hem tot Jezus te leiden. Heb je daar geloof voor? Als je naar iemand uitreikt, heb je dan geloof voor dat diegene op een dag Jezus leert kennen? En dat hij datgene wat jij, waar jij enthousiast over bent, dat hij of zij dat ook wordt. Waar ben je, nu je hier vanmorgen zit, enthousiast over? Een aantal weken geleden sprak Corné Burger hier. Ik heb zijn preek nageluisterd, is mijn oude teamleider. En ik vond het geweldig wat hij zei. Hij zei, maar wij zien Jezus. Dat was het thema waar hij over sprak. En voor mij was een van zijn vragen, wat heb jij van Jezus gezien? Die vraag leg ik vanmorgen gewoon nog een keer bij je neer. Wat heb jij van Jezus gezien? Wat maakt dat je hier elke zondag zit? En zegt, ik ben enthousiast over dat wat ik geloof. Dat is wat de wereld om ons heen nodig heeft. Mensen die Jezus zien en onder de indruk zijn van wat hij deed. Want uiteindelijk is deze Samaritaan ook een beeld van Jezus Christus. Jezus die kwam om jou en mij royaal het eeuwige leven te geven. Jezus gaf ons het eeuwige leven en hij deed dat niet karig. Hij stierf aan het kruis. We hebben er laatst bij stilgestaan met Pasen en Goede Vrijdag. Hij stierf aan het kruis. Waarom? Zodat jij en ik het eeuwige leven ontvangen. Dat onze zonden vergeven worden. We vrede met God hebben. En daardoor het eeuwige leven. Lieve mensen, dat is de beste boodschap die je kunt bedenken. En hoeveel mensen op deze wereld zijn er die nog nooit daarover gehoord hebben? Die deze maand hun knieën kapot bidden in de hoop een meer kans te hebben op vergeving. Hoe kunnen we daar onze ogen voor sluiten? Jouw redding door Jezus Christus gaat niet alleen over jouzelf. Maar Jezus kwam voor de hele wereld en stierf aan het kruis. En als Jezus zoveel van jou houdt dat hij dat deed, dan houdt hij ook van diegene voor wie jij een naaste kunt worden. En ik begrijp dat je vanmorgen in de knoop kunt zitten en kunt zeggen, ja, maar ik vind het gewoon moeilijk. Dat vind ik soms ook. Als de vlag van de islam boven mijn hoofd wappert, alle moskeeën toeteren door de stad. En ik mensen op de hoek van de straat op hun kleedjes zie bidden, dan denk ik, Heer, wat doe ik hier? En hoe is het mogelijk? En dan zegt God, het is mogelijk. Want Jezus stierf aan het kruis. Het is niet altijd simpel om een naaste te worden voor iemand. Maar het is mogelijk. En misschien zeg je, ja, maar hoe dan? Ik zat net daar op mijn stoel en ik werd zo bemoedigd. Mijn genade is u genoeg. De genade van God stelt je in staat om een naaste te zijn. En om te zien naar een wereld in nood. Hoeveel mensen in Nederland houden zich bezig met spirituele dingen? Het valt mij op dat in televisieprogramma's je dat steeds meer ziet. Dat mensen bezig zijn met spirituele dingen. En ik woon in een dorp als Werkendam. Het is op Barneveld na het meest christelijke dorp van Nederland. En ook daar zie ik het gewoon. Het gebeurt ook in Hattem, het gebeurt ook in Zwolle. Mensen zijn op zoek naar iets hogers. Maar jij en ik hebben een kans om ze te bereiken met dat hogere doel. Ik ga afronden. Ik hoop dat ik iets in je hart heb kunnen raken over de liefde van Jezus Christus die deze wereld nodig heeft. En misschien zit je thuis. Misschien zit je hier in de zaal en zeg je, het is mooi wat je zegt, maar ik sta er buiten. Dat kan. Dan wil ik je vanmorgen uitnodigen om te komen
naar Jezus. Je hoeft niet voor op te staan en naar voren te komen, dan kun je op je stoel zitten. En in de stilte je zonde belijden. Jezus Christus aanvaarden als degene die voor jou stierf om jou te vergeven. En dan zal de vrede van God in je hart komen. 10 jaar geleden heb ik het zelf meegemaakt. Ik was op zoek naar de vrede van God. En die vond ik. En God is niet veranderd dat hij jou het vanmorgen niet kan geven. God is dezelfde. En daarom wil ik je uitnodigen om tot Jezus te komen. Voor het eerst. Als je hem nog nooit hebt aangenomen. Maar ik wil je ook uitnodigen om tot Jezus te komen. Als je zegt, ja, mijn hart is wat hard. En ik vind het wat moeilijk. Ik ben bezig met allerlei dingen van de wet. Met allerlei, weet ik waar je mee bezig kunt zijn over het christelijk geloof. Maar ik zie Jezus niet meer zo. Dan nodig ik je vanmorgen uit om opnieuw tot Jezus te komen. Hij staat klaar, hij staat open, zonder veroordeling. Hij wacht je op. En verlangt ernaar om je opnieuw in vuur en vlam voor hem te zetten. Want ik geloof als jij en ik in vuur en vlam staan, dan ziet de omgeving dat. Zonder twijfel. Voor wie ga jij een naaste worden? Zie jij Jezus? Kom vanmorgen tot Jezus. Amen. Zal ik voor jullie bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u ons opzoekt. Dat u vol liefde bent. Dat u ernaar verlangt dat we komen bij u. Onze zonden belijden en uw vergeving ontvangen. En ik bid voor de mensen thuis. Ik bid voor de mensen in de zaal die zich afvragen of ze wel bij u kunnen komen. Vanwege al die dingen die ze verkeerd hebben gedaan. Ik bid dat u ze vanmorgen laat zien dat u ernaar verlangt dat ze bij u komen. En dat ze daadwerkelijk zullen komen. En zullen gaan naar u. Heer, maar we bidden ook voor elkaar als we christenen zijn, u kennen. We bidden dat ons oog gericht zal zijn op Jezus. Dat ons oog gefocust is op hem. Dat we vol zullen zijn van wat hij deed. Wie hij was en waarom hij kwam. En zo bid ik voor een ieder hier dat u ons helder geeft voor wie wij een naaste kunnen worden. Voor wie wij een naaste kunnen zijn, een medemens. Die de ander bekend maakt met het evangelie van Jezus Christus. Help ons daarbij, zegen ons om keuzes te maken, om actie te ondernemen, om stappen te maken, zodat meer mensen bekend worden met het evangelie van Jezus. Amen.
wat ik wil dat jullie doen. Dit is waarom ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Dit is wat de wereld ziet van mij. Als je mij gaat volgen. We zijn aan het einde gekomen van deze dienst en mag ik jullie de zegen van God meegeven. En dan mogen jullie gaan staan. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle omgang met de Heilige Geest zal met jullie zijn. Amen.
wijze maken.